Goeiedag. In deze nieuwe 30-daagse gaan we eens kijken wat de trends zijn voor de komende 4 weken. Een onzekere verwachting, dat is het natuurlijk eigenlijk altijd wel in de zomerperiode, zo'n trendverwachting. Maar in deze periode wordt dat nog allemaal wat meer onzeker. Ik kom daar straks op terug. In ieder geval het Nederlands weer. Ja, vandaag toch echt wel een dag dat er regen valt. Maar dat zal niet de trend zijn voor de komende periode. Ik denk dat vaak genoeg ook de zon te zien zal zijn. Een afwisseling van wolkenvelden en zon, dat is heel goed mogelijk de komende periode. Typisch Hollands zomerweer, dat blijven we voorlopig nog wel even vasthouden. Met de kaarten van het Europees model, van het Europees Centrum, kunnen we eens mooi zien wat er de komende week gaat gebeuren. We zien een hoge drukgebied liggen bij de Azoren op zondag met een uitloper richting het westen van Europa. De weekendverwachting die ziet er ook helemaal niet zo verkeerd uit. En als ik de animatie in beweging zet, dan zien we dat dat hoge drukgebied ook begin volgende week erg dominant is. De maandag, dinsdag, dat zijn ook prima dagen. En ook woensdag doet waarschijnlijk nog wel mee, hoewel er dan wel een zwakke storing gaat passeren. Maar al met al blijft dat hoge drukgebied wel in onze omgeving. En dat betekent dat we typisch Hollands zomerweer hebben. Wat ook opvalt is dat ten noorden in dit geval van Groot-Brittannië een lage drukgebied voorbij schuift. Depressies lijken over het algemeen die koers wel aan te blijven houden. En daar zit dan nog wel wat extra's bij. Want we hebben ook te maken met orkanen en tropische stormen de komende weken. En die kunnen dan ook nog wel het weer gaan beïnvloeden. Laten we eerst maar eens naar de pluim gaan kijken voor de komende 2 weken. En dan zien we dat de temperatuur mooi op niveau blijft. Over het algemeen zo rond de 23 graden. En dat is prima voor deze tijd van het jaar. Soms ook een uitschietertje naar hogere temperaturen. Hier zien we wat meer onzekerheid. Dat is ook wel te verklaren. Daar kom ik straks nog op terug. En wat we ook zien is de week erna dat die temperatuur echt wel op niveau blijft. Dus dat ziet er gewoon prima uit. Over het algemeen toch echt wel ook die zonnige periode. Natuurlijk is er ook sprake van nattigheid. Er is wel eens af en toe een dag dat er wat buien gaan voorkomen. Kunnen we hier ook mooi zien. Volgend weekend is die kans weer wat groter. Maar ook die tweede week die lijkt toch wel overwegend droog te gaan verlopen. De neerslagkansen die zijn erg klein. Ik gaf het al aan, er zijn wat meer onzekerheden in deze periode. En dat heeft alles te maken met tropische stormen en orkanen. Achter mij zag u de orkaan Ernesto. Dat is op vrijdagochtend. Dan ligt deze orkaan op koers om richting de Bermuda te gaan. En richting Bermuda te gaan. En dat betekent dat het daar heel slecht weer gaat worden. Maar tropische stormen en orkanen, die kunnen wel eens lange termijn verwachtingen behoorlijk in de war gaan gooien. En dat komt omdat ze op termijn heel moeilijk te voorzien zijn. We weten dat ze kunnen gaan ontstaan. Als ze eenmaal zijn ontstaan, kunnen we er ook wel een koers bij voorzien. Maar wanneer ze gaan ontstaan, zeker als je naar een derde week vooruit wil kijken of een vierde week vooruit wil kijken, ja, dat maakt het erg moeilijk. Die orkanen ontstaan ten westen van Afrika. En ten westen van Afrika zijn dan grote onweerscomplexen aanwezig. En die kunnen op een gegeven moment, als de omstandigheden goed zijn, ja, tot een circulatie gaan leiden. En als die circulatie dan goed op gang gaat komen boven zeer warm zeewater, waar we nu mee te maken hebben, ja, dan kunnen dat dus tropische stormen en orkanen gaan worden. En die trekken dan over de oceaan richting het Caribisch gebied. En kunnen daar dus flink gaan huishouden. Vaak zie je dan ook zo dat zo'n orkaan vervolgens weer terug gaat buigen. In kracht gaat afzwakken. Maar de restanten van zo'n orkaan, ja, die kunnen dan wel weer bij Europa gaan komen. En dat levert vaak veel bewolking op, regen en soms ook veel wind. Hoe zo'n orkaan zich voort gaat bewegen als hij weer richting Europa gaat, ja, dat is ook erg onzeker. Ik heb hier bijvoorbeeld zo'n model van Ernesto, tenminste van de orkaan Ernesto. En dan zien we heel veel van die witte lijnen. En dat zijn de prognoses van hoe de track kan zijn van de Ernesto-storm als hij eenmaal richting Europa gaat trekken. Nou, u ziet het al, grote verschillen. Er zijn wat oplossingen die hem gewoon naar IJsland laten trekken. Er zijn zelfs ook wat oplossingen die hem richting het noorden van Afrika laten trekken. Als ik opzij ga, dan kunnen we dat ook goed zien. We zien dan Groot-Brittannië duidelijk op de kaart. Maar waar die uiteindelijk gaat uitkomen, heeft heel veel invloed op het weer in onze omgeving. Want hij kan ervoor zorgen dat het hier gaat regenen als hij recht over Groot-Brittannië gaat trekken richting onze omgeving. Maar als hij wat zuidelijker blijft bijvoorbeeld, dan kan hij juist een zuidelijke stroming op gang helpen. En dan krijgen we te maken met heel warm weer. Dat zijn dus allemaal grote onzekerheden. En juist in deze periode is die onzekerheid heel groot. Want we gaan namelijk naar de piek van het orkaanseizoen op de Atlantische
oceaan. Als je klimatologisch bekijkt, dan ligt de piek op 10 september. Op die dag zijn de meeste orkanen en tropische stormen altijd geteld boven de Atlantische Oceaan. En dat betekent dus dat, ja, dat we nu richting die periode gaan en dat orkanen en tropische stormen een grote invloed kunnen gaan hebben op het weer de komende periode. Goed, genoeg over die orkanen en tropische stormen. Laten we toch nog maar eerst eens even gaan kijken wat de trendkaarten zijn van het Europees systeem. Nou, we zien rond de maandwissel dat er toch wel veel hoge druk invloed is boven onze omgeving. Dat betekent dat het weerbeeld, ja, toch over het algemeen vrij rustig zal zijn. En als we de temperatuur erbij pakken, dan zien we zelfs dat die temperatuur echt wel wat hoger kan uitkomen dan wat gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. Ook voor het zuiden van Europa is dat het geval. En het oosten van Europa, ook daar worden hoge temperaturen verwacht in deze periode. Er zit wat kou hier en dat heeft alles te maken met de depressies die dan noord gaan langstrekken. Die kunnen ervoor zorgen dat de kou vanaf Groenland naar beneden kan zakken. Maar over het algemeen blijft dat toch hier boven het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Qua neerslag valt het ook allemaal wel mee in deze periode. Er wordt zelfs wat droger weer verwacht in Nederland dan gebruikelijk. De luchtdrukafwijking dan voor de week erna, 2 september, 9 september. Dan zien we nog steeds wel hoge drukinvloeden in het noorden van Europa. Vooral ook nu hier boven het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Dat zou kunnen betekenen dat depressies juist wat zuidelijker gaan langstrekken. En dat betekent dan voor Nederland dat mogelijk hier juist weer wat warmere lucht onze kant op gaat komen. Maar zoals gezegd, we beginnen al te komen in die periode van heel veel onzekerheid. Qua temperatuur zien we ook nog wel dat het allemaal wat warmer is dan gebruikelijk. Ook in heel Europa is dat feitelijk het geval. In Zuid-Europa blijft het ook bijzonder warm. Het zeewater van de Middellandse Zee is ook recordwarm momenteel. Kijken we ook nog even naar de weerregimes. Weerregimes doen het over het algemeen, prognoses voor weerregimes doen het over het algemeen beter in de winterperiode, omdat de temperatuurcontrasten dan groter zijn boven onze breedte. In de zomer is dat allemaal wat vlakker, maar wat we nu zien, en dat zagen we eigenlijk al in die kaarten terug, dat rond de maandwissel er veel hoge drukinvloed in onze omgeving kan zijn. Maar daarna wordt het allemaal onzeker. Eigenlijk kunnen alle weerregimes gaan voorkomen. En dat betekent eigenlijk dat er geen chocola van te maken is voor die termijn. Gaan we het samenvatten, dan denk ik wel dat het gemiddeld iets zachter zal zijn in deze periode. Dat ik niet echt extremiteiten zie in de weerkaarten, dus niet bijzonder heet of echt bijzonder koud. En, ik zeg het nog maar een keertje, er is in deze periode, vooral richting week 3 en week 4, ontzettend veel onzekerheid door de vorming van tropische stormen en orkanen. Nog een fijne dag.